In deze video examen 2022, tijdvak 3, HAVO wiskunde B en we doen vraag 3 tot en met 5. Nou, we hebben een functie zoals je ziet, f. En dan hebben we lijn L en dat is een raaklijn aan de grafiek van f in het punt A, 3, 0. En lijn M is de raaklijn aan de grafiek van f in het punt B. En van B weten we de coördinaten ook, 0, 4. Nou, de twee raaklijnen hebben beide richtingscoëfficiënt 4 derde. En wij moeten dat aantonen met behulp van differentiëren. Nou, dus dat betekent dat we f gaan differentiëren. En dan gaan we in die afgeleide functie gaan we de x vervangen door de x-waarde van a. En dat gaan we ook doen voor de x-waarde van b. En als we goed hebben gedifferentieerd, dan moeten we hierop uitkomen. Nou, maar dan gaan we eerst even een beetje handig opschrijven, zodat we makkelijk kunnen differentiëren. Want ik wil aan de slag met de regel 1 gedeeld door x tot de macht n. Dat is dan weer gelijk aan x tot de macht min n. En die differentieert een beetje makkelijker dan die. Dus ik ga gebruik maken van tellen keer teller en noemer keer noemer. Dus ik ga krijgen min 6 keer 1 gedeeld door 2x min 3. En we hebben die optelling nog. Nou, dan kunnen we f makkelijk schrijven, want dan gaan we krijgen 2x min 3 tussen haakjes tot de macht 1. Tot de macht min 1 moet ik natuurlijk zeggen, hè? Want ik gebruik die rekenregel. Oké. Nou, dan gaan we differentiëren. We hebben twee termen om te differentiëren. Dit is dan de eerste. En die verdwijnt als we gaan differentiëren. Dus als ik dan ga differentiëren, dan doe ik min 1 keer min 6. En van de exponent haal ik eentje af. En min 1 keer min 6 is natuurlijk 6, hè? Dan ga ik vermenigvuldigen, ja, met de afgeleide van 2x min 3. En de afgeleide van 2x min 3, dat is 2. Nou, je weet ook 6 keer 2, dat is 12. En in principe is dit voldoende, hè, want je kan nou in de afgeleide functie kun je de x vervangen door, nou, ik zei net 3 en 0. Ja, dan zul je daarop uitkomen. Maar ik ga hem nog even netjes schrijven, want ik ga die rekenregel nog een keertje gebruiken, maar dan van rechts naar links. Nou, de exponent is negatief, ja, dus ik ga hem positief schrijven in de noemer. Dat ziet er zo uit. En dan doe ik nog even tellen keer teller en noemer keer noemer. En dan heb je het hartstikke mooi gedaan. Maar nogmaals, je had hier ook, deze regel, hier had je ook mogen stoppen. Maar waarschijnlijk is dit je geleerd. Nou, in de afgeleide functie ga ik de x vervangen door 3. En ik ga hem vervangen door 0. En ook nu kom ik uit op 4 derde, hè? Dus we hebben dit aangetoond. We gaan naar de volgende bladzijde, we gaan naar vraag 4. Nou, we hebben cirkel C1 en die raakt L in het punt A. En raakt ook M. En we weten nog dat de richtingscoëfficiënt van L is gelijk aan de richtingscoëfficiënt van M. En dat is 4 derde. Verder hebben we ook nog punt A en we hebben punt B. Nou, punt M1 is het middelpunt van C1. En de coördinaten van dat punt, nou, je ziet hier staan, je hebt de x-waarde en je hebt de y-waarde van dat punt. En we moeten dat eventjes gaan bewijzen. Nou, we gaan het als volgt doen. Je gaat de lijn doorheen en die lijn noem ik dan, nou, we hebben L gebruikt, we hebben M gebruikt, dus we gebruiken de letter de N van Nico. Nou, die gaat dan door het middelpunt en staat dus loodrecht op de lijnen L en M. Ja. Nou, we kunnen de formule opstellen van lijn N, hè, omdat die er loodrecht op staat. En gaat door punt A. En dan gaan we die gelijkstellen aan lijn M. Zodat we die x-waarde en y-waarde krijgen van dat snijpunt.
Nou, en de x-waarde van m1 die zit tussen die x-waarde en die x-waarde in die we weten. En de y-waarde van m1 zit tussen die y-waarde, ja, en die y-waarde in van punt A. Nou goed, en dan kunnen we berekenen hoe het zit met m1. Dus je kunt zeggen, ik ga het zelf even proberen. Misschien heb je dat ook al gedaan, maar ik ga het nu doen. En ik ga eerst even opschrijven dat n de lijn is door m en loodrecht op L en m staat. Nou goed. Dus we weten dan automatisch ook de risicocoëfficiënt, hè? Want als je dan die gaat vermenigvuldigen met degene die we krijgen, dan moeten we uitkomen op min 1. Dus van n weten we nu, i is ax plus b en we weten de richtingscoëfficiënt. En we weten ook, deze lijn gaat door het punt A. Dus als we die x gaan vervangen door 3, dan moeten we uitkomen op 0. Dus we kunnen berekenen dat b is gelijk aan 9/4. Okay, dus dit is n. Nou, we willen die n die willen we gelijkstellen aan lijn m. Maar van lijn m hebben we nog niet de vergelijking. Maar we weten wel van lijn m de helling, die is namelijk 4/3 en gaat door punt B. En van punt B weten we 0,4. En dus we weten, ja, de formule van lijn M. Want we weten de A en we weten de B. En dan gaan we nu gelijkstellen. En ik zou zeggen, maak even een handig gebruik van je rekenmachine. Want die min 3/4 x gaat naar de linkerkant. En dus dan krijg je 4/3 plus 3/4. Doe dat even op je rekenmachine. En je krijgt aan de rechterkant 9/4. En daar haal je 4 vanaf. Nou, je gaat links delen door 25 gedeeld door 12. Of je gaat links en rechts vermenigvuldigen met 12 gedeeld door 25. Moet je allemaal zelf weten. Maak gebruik van je rekenmachine. Hier kom je op uit. Nou, dan heb je natuurlijk ook die i-waarde. En ik zet hem in lijn m, zo te zien. Want van lijn m is 4/3 x plus 4. En je ziet dat ik de x heb vervangen door de x-waarde die ik net heb gekregen. Nou, dan vind je dus ook de y-waarde. Dus het midden van, dat is dus m1. Dus we gaan kijken naar het midden. Die en die, dus de x-waarde en de y-waarde. En dan krijgen we m1. Dus de x-waarde, dan gaan we dus de gekregen x-waarde, die staat hier, daar, zet ik daar neer. Dan tel ik dus op de x-waarde van punt A. Dan doe dat op je rekenmachine en dan kom je uit op 27/25. Ja, dat moest ook. Dan gaan we kijken naar de y-waarde van dat punt M. Dus we hebben die y-waarde, die 72 gedeeld door 25. En we hebben de y-waarde van punt A, dat is 0. En dan kom je uit op 36 gedeeld door 25, dus bewezen. We gaan naar vraag 5, dat is de laatste. Nou, de coördinaten van m, ja, dat weten we nu wel. En m1 ligt op lijn k en de vergelijking is 4/3 x, hè, dus dat is een lijn door de oorsprong. Nou hebben we cirkel C2, en dat is een andere cirkel dan die je daar ziet staan. Ja? En die heeft de vergelijking x² plus y² min 3x min 4y is 0. En we moeten dus bewijzen dat het middelpunt van C2 ook op lijn k ligt. Dus we gaan eerst eventjes berekenen het middelpunt van C2. Dus ik zet die x'jes bij elkaar in die i'tjes en ik ga het middelpunt ga ik berekenen. En dat doe ik met kwadraat afsplitsen. Dus dan krijg ik de helft van min 3. En wat daar in het rood staat, en dat wil ik dus hier schrijven. Maar je weet natuurlijk ook wel, als je dit uitwerkt, dan krijg je niet alleen maar x kwadraat min 3x. Maar je krijgt ook min 1 en een half. Hè, keer min 1 en een half. En dat is 2, 1/4. Dus die moeten weer af. Dus in het rood, dat is gelijk.
En datzelfde doe ik met i. Dus dan krijg ik i min 2 tussen haakjes. Dat is een beetje te veel als ik dat uitwerk. Maar er moet nog even 4 vanaf. Dus in het groen is ook gelijk. Maar ik weet nu het middelpunt van die tweede cirkel. Want dat is 1,5, 2. Dan gaan we nu even controleren of het middelpunt van cirkel 2 op k ligt. Dus ik ga die x-waarde, ja, die ga ik dus in k zetten. Ja. Dus dan krijg ik 4/3 keer 1/2. En als je dat uitdrukt, kom je uit op 2. Nou, dat moet natuurlijk ook. Met andere woorden, dus het middelpunt van cirkel 2 ligt op k. Einde van deze lange video. Ik zeg tot de volgende keer.